Ja, dat is mooi, zo snel. Ik merk er allemaal heen ook, dat is ook veel kaarten aanvragen. Ja, dat is geweldig, want dat gebeurt niet zo vaak hier zo. En dat is een mooie trend die nu gaande is. Dus ja, dat stimuleert en dat is geweldig. Dus en terecht, de boys verdienen het ook. Laten we met de administratie beginnen, Marinus. Wie zijn er niet bij komende dinsdag tegen ADO? Michael Chacon. Hamstring en Nicolas Agafiotis is er ook niet bij. Die heeft botsing met de keeper gehad toen hij scoorde. Die kan er ook niet bij zijn. De rest is erbij. Hij liep zelfs op krukken. Ja, daar moet het ziekenhuis vanmiddag. Dus zal wachten als het diagnose wordt. Maar hij heeft flink last, flinke botsing. Dus die zal er deze week niet meer bij zijn, helaas. Hoe fit is Maro Nassekan? Ik zag hem zelf meetrainen. Ja, hij heeft vandaag alles meegetraind, gisteren gedeeltelijk. Dat ziet er goed uit. Als ik kijk naar de reacties na afloop van Heracles Excelsior. Eigenlijk weer heel veel complimenten voor jullie ploeg. En toch blijven jullie met beide benen op de grond. Hoe doen jullie dat? Ja, ten eerste ben ik nuchter. Ik heb een nuchtere ploeg. Past ook bij de club, denk ik. Niet te veel praatjes hebben. Dus dat is allemaal niet zo moeilijk. En het is wel heel fijn om complimenten te krijgen natuurlijk. En natuurlijk maak ik het indruk. Hè. De uitslagen maken indruk. Ook om een breder publiek. Maar ja, dat geeft alleen maar energie. Hoe vind je het om in zo'n korte tijd heel veel wedstrijden te moeten spelen? Ja, deze gaat wel weer heel snel, moet ik eerlijk zeggen. Had nog wel een dagje mogen wachten voor mij. Het is morgen alweer. En daarna zit er wel weer langer tussen, hè, naar zondag toe. Dus dat is wel een heel kort dag. Dus ja, je houdt er rekening mee met training. De intensiteit is niet zo hoog. Het is puur herstellen. En morgen weer knallen. Wat mij opvalt, ik ben een van de weinige media hier een dag voor een zo belangrijke finale. Dat is best frappant, toch? Ja, daar heb je gelijk in. Volgens mij ook op. Dus ja, ik weet ook niet wat dat is. Dus misschien zijn ze allemaal bij de Haag. Dus ik weet niet. Ja, je bent de enige. Is dat misschien wel lekker? Nou, voor mij wel. Ik heb genoeg interviews gedaan de laatste tijd. Maar nee, ja, dat is op zich ook prima. De aandacht is genoeg, zeker rondom de wedstrijd. Dus zo'n dag voor de wedstrijd is ook wel relaxed. Als we maar na zondag weer volle bak aandacht komen geven. Ja, dat zou mooi zijn dat de aandacht dan bij ons ligt op een positieve manier. Dus ja, gewoon een geweldige week. Mooie finale. Dus we hebben er enorm veel zin in met z'n allen. We hebben elkaar zaterdag naar de wedstrijd gesproken. Je noemde aan de dag een stugge fysieke ploeg. Er zijn nu 2 dagen overheen gegaan. Je hebt waarschijnlijk beelden gekeken. Je hebt waarschijnlijk de ploeg grondig geanalyseerd. Kom je nog tot andere inzichten ten opzichte van ADO? Nee, niet echt. Marco Gentile heeft nog een presentatie aan de groep gedaan. Zoals altijd, met kansen en de bedreigingen. Precies eigenlijk zoals het is. En dat is ook logisch, eind van het seizoen. Iedereen kent elkaar wel. Dus wel een andere trainer, maar qua speelwijze is daar niet heel veel in veranderd. Het is gewoon een stugge, lastige ploeg. Dat is het. Waar is ADO te pakken? Nou, ja, wij moeten, maar dat ligt niet aan ADO, wij moeten aan het voetballen toekomen. Hè. Daar hebben we heel vaak over gehad met onze ploeg. Daar komen we in onze kracht. Nou, dat hebben we fase zien tegen Heracles. Bij De Haag is dat misschien soms wat lastiger, want die zijn wel die wil graag in de duel komen, dus zeer, zeer man georiënteerd. Dus dat betreft moeten we met name daar gewoon onze focus. Goed voetballen, veel vrijlopen, veel diepte, en dat is belangrijk. Dan heb je met Kenzo Goudmijn en Maron Nassekan 2 wapens op de flanken, die kunnen goed de ruimte induiken. Ja, klopt. Thijs heeft natuurlijk diepte, Reuven heeft diepte. Daar ligt natuurlijk een gedeelte van de kracht van ons elftal. En voetballend zijn ze gevaarlijk, maar we kunnen ook heel snel een kans creëren. Dat zag je aan 1-1 en die was in dit geval dodelijk. Dus dat blijft een geweldig wapen. Zojuist stapte ik Woudestein binnen en er stond een in koeienletters opgeschreven. Excelsior ADO is uitverkocht. Heerlijk toch? Ja, dat is mooi. Zo snel. Ik merk er allemaal heen ook. Er is ook veel kaarten aanvragen. Ja, dat is geweldig. Want dat gebeurt niet zo vaak hier zo. En dit is een mooie trend die nu gaande is. Dus dat stimuleert en dat is geweldig. Dus en terecht. De boys verdienen het ook. Kun je dan ook rustig blijven als iedereen aan je trekt voor kaarten bijvoorbeeld? Jawel, want er zijn heel veel mensen die meeleven. En die komen nu niet opeens. Die komen regelmatig bij mij kijken bij al mijn clubs. Dus dan doe ik ook altijd even extra het best voor mij. Want ik vind het mooiest als die steun daar is. Wat verwacht je morgen? Ja, het is krachthuis dus. Dus dat is mooi. Weer vuurwerk aan de voorkant, denk ik. Ja, en dan we weer goed kunnen gaan voetballen. Zoals we Roda thuis hebben gedaan, hebben bij fases. Heracles thuis hebben gedaan. Dat verwacht ik van mijn ploeg. Ze zijn gefocust, ze zijn vastberaden. We hebben wat blessures. Aan de andere kant hebben we een hele sterke opstelling. Dus mooie wedstrijd verwacht ik. Nog 2 keer vlammen en je staat in de Eredivisie.
Ja, zo simpel is het. Dus mooie opdracht voor ons. Dus we gaan zien of het lukt.